Nou, dan kwam hier in volle draft, hè, dus met soms wel 4 paarden, 5 paarden naast elkaar, kwamen ze aangerend uit de bocht. En dan het rechte stuk, die kant op, langs de hoofdtribune. En dan ging de race weer verder. En dan waren die paarden aan de ren en dan, ja, mensen wilden gokken. En wilden ook wel zien of een paard won. En wat dan mooi was, vanaf de hoofdtribune, dat ongeveer waar nou die grote prop met Lindes staat, was de hoofdtribune. En dan kon je kijken of je paard een beetje goed op koers lag om te winnen. Nou, wij maaien de renbaan ook. Mede om dan te laten zien dat de paardenstructuur van die baan enigszins nog zichtbaar is. We maaien hem ook wat breder uit, wat meer waarde heeft voor het hier wonende wild, hè, reeën, damherten. En je kan ook wel zien dat we hier wild hebben zitten. Als je daar die lindenhoek bekijkt, zie je echt zo'n hele mooie kaarsrechte gesnoeide lijn. Nou, dat zijn helemaal onze natuurlijke thuishoveniers. Die houden die lijn heel mooi, mooi strak. Kijk, en wat we hier mooi zien, het reewild met name doet dit. Die gaat hier s'avonds, als het weer de rust wedergekeerd is in het bos, gaan ze aan die knopjes van deze esdoorn knabbelen. En wat krijg je dan? Een bonsai esdoorntje, wat kort blijft. En gebruik als het breed wordt, dan zal het doorschieten naar een boom. Nou, hier staan we op een leuk stukje. En wat hier onder andere groeit is wolsmelk. Dat is dit plantje. En als je dat nou breekt, kijk, komt het mooie witte melksap. Vandaar de naam wolsmelk. Nou, hier staan we dus bij het fundamentje nog van het totalisatorhuisje. Het wetkantoor waar mensen hun geld in konden zetten of konden halen als ze gewonnen hadden. Als de paardenrace voorbij was. Het sluiten van de baan was eigenlijk dat de gemeente Bloemendaal het gokken, het flirten, het drinken, wat men ook deed natuurlijk, dat was voor op de zondag toch wel eigenlijk, dat kon niet. Men vond dat niet netjes en men verbood het eigenlijk. Nou ja, dus gokken op zondag kon niet meer. Nou ja, dat was eigenlijk het einde van de baan. Ja, en Landschap Noord-Holland heeft daar nu een fantastisch stuk cultuur met natuur voor teruggekregen. En beheert dat ook, hè, probeert de samenhang te zoeken tussen natuur en cultuur.